Hallo. Hallo. Goedenavond. Ik ben Jolande Petter en ik sta voor de stichting CEFA. En ik sta hier het verkeer te regelen om het in goede banen te leiden. Dat is belangrijk werk, hè? Ja, super belangrijk. Ja. En vooral voor de lopers, die zijn ontzettend blij met ons. En vooral... Ja. Want je mag niet overal rijden natuurlijk, want dan rij je de weg. Nee. Ja. De mensen zijn ook heel vriendelijk met oversteken van dankjewel. En ze zijn super lief voor ons. Okay. Ik hoop dat ik het mag zeggen. Mensen in Nederland, wij zijn verkeersregelaars. Wij staan hier voor de mensen. En niet om halve zolen door te laten met een noodgang van noem maar wat. 180. Nee, want dan voordat je het weet liggen er mensen onder je auto. Dat willen we niet. Ja. Nee. Ja, nou en daarom. En dat is niet alleen voor de stichting, maar er staan ook beroepsverkeersregelaars op de weg. Ja. En die staan door heel Nederland. Hou daar eens een keertje rekening mee. Heeft u nou niet het idee van potverdorie sta ik hier? Kan ik helemaal niks zien van de lichtjes en zo? Nee, nee. Vind ik helemaal niet erg. Nee. Dit is mijn beroep. Ja. Dit doe ik met... heel mijn hart.